Ambassadeur Siglien Burleson van is sinds kort, behalve Surinames, permanente vertegenwoordiger in België en de Europese Unie, ook de niet-residerende ambassadeur voor de Bondsrepubliek Duitsland. Zij overhandigde vorige week haar geloofsbrieven aan Bondspresident Frank-Walter Steinmeier. Steinmeier zei dat Duitsland zich ook richt op het verstevigen van de betrekkingen met Latijns-Amerika en de Caribische regio. Volgens ambassadeur Burleson is de relatie met Duitsland van belang, mede tegen de achtergrond van het aangaan van samenwerkingen met verschillende ontwikkelingspartners. Verder heeft ambassadeur Burleson ook gesprekken gevoerd met diverse functionarissen over mogelijke gebieden van samenwerking. Er is onder meer gesproken over een samenwerking tussen de Anton de Kom Universiteit en universiteiten in Duitsland.